Wat er vooral ook op deze berg gebeurt is een bepaald besef van geluk dat ik dit mag meemaken. Je wordt er heel erg nederig van. Nieuwe dag, nieuwe hellingen die sowieso onfietsbaar zijn. Salam, salam. Zo, kennelijk hebben deze jongens al een Duits stel ontmoet in een campervan die nu het hoekje omkomt. Dat gaat nergens over. Die zijn hier in een campervan. I'm doubting to camp here though. Stefan and Claudie, and where you go? You go where? From Germany to Kyrgyzstan, there we park the car and we go further to Southeast Asia. We're actually enjoying their hospitality. It's heaven. We'll eat some pastas, perfect cycling food. Even well happy. Het is de verjaardag van Mark en die slaapt nog. Dus we gaan hem wakker maken zo. Moet hij vast leuk vinden. Hey, inmiddels fietsen wij richting de 4 kilometer hoogte. Interessant genoeg ben ik daar met Mark in ieder geval op de hike al geweest op die hoogte. Alleen hebben we dat niet slim aangepakt toen. We kregen hoogteziekte. We stijgen ongeveer 400 meter maximum per dag. It's all good hier op de moeilijkste weg van de Pamir. Goedemorgen, ik ben in een oud huis, want gisteren zijn we in Kroesnaar beland. Het was zo zwaar, zand, we moesten duwen. En we zijn hier bij een militaire checkpoint. De militairen zeiden, dat huis moet je hebben, daar kun je slapen. Dus wij dachten, oh, die zal wel leeg zijn dan. Fietsen stonden eigenlijk al half binnen, totdat er opeens 3 mensen helemaal in pikken donker achter ons stonden. En dat is een van de lokale werkers. Dat is een vrij lokale ervaring gebleken. How are you doing, Daniel? Do you want to see yourself? Ooh. We zijn nog met z'n 5, maar dat gaat veranderen, want de Laclay-broertjes die gaan naar de M41 en wij gaan naar de Zorkul Valley. Het feit dat ze niet meegaan heeft te maken met wat risico wat ze zouden nemen als ze wel meegaan. En dat heeft weer te maken met deze boze jongen. Ketting. Je ziet hem al. Ja. Een nobbel. En daarmee moet je nog naar Osh fietsen en dat is ook 1000. Denk ik. Ja, te kort. Later. Daar gaan de piraten. En dan hebben we nog 50 kilometer te gaan op matige wegen richting een meer waar je kennelijk de vissen uit het water kan pakken. We zijn toch echt op 4000 meter nu. Oh, 4000. Dat is best wel stoer. We zijn in the middle of fucking nowhere. Horn van een Marco Polo sheep. And this is a fucking huge one. Look. Oef. Wij zijn vis aan het bakken. Die heeft Mark net gefilmd. Zo, ik
ben compleet ingepakt. Het was een goede dag. Vanaf ruim 4000 meter. Wat rusten. Ik moet ook de hele tijd nog scheetjes laten. Goedemorgen. Er is iets aan de hand. En dat is het volgende. Wij hebben deze ochtend sneeuw. We gaan kijken hoe lang dit aanhoudt. Twee heren zijn erbij gekomen met een hond, nog een hond en nog een hond. We wachten eigenlijk op mooi weer. Wij zijn gaan fietsen. De zon kwam zelfs een beetje door. We klimmen nog tot 4500 meter. Misschien gaan we dan nog hiken. We are having food. En we zijn met z'n vieren kennelijk. Want deze dame komt net binnen gestapt. We just got served some marmot that they catched. Where are you from? I was born in Spain. Okay. Hier wordt druk brood gemaakt. En met de stamper wordt er lucht in geprikt. Er zit er nog één in. Wow. Wow. Cheese balls, livers. What? It's the marmot. Ah, there's a sheep head here. Gaan we ook nog eens weg met twee broden. En dit zijn een soort van kaasbroodjes. En over 2 dagen gaan al deze herders terug de vallei in om daar te overwinteren. Dus ik vermoed dat ze misschien ook wel af moeten van hun voorraden. We are cycling into probably an old Russian military base. Wij hebben het oude USSR kamp herkend. En besloten dat we daar 2 nachten gaan blijven. En dan hebben we het shelter. We zijn op de uitkijkpost geweest om te kijken welke berg we gaan beklimmen. Deze. Goedemorgen. Het was weer een koude nacht, maar niet vervelend koud. En dat komt omdat ik niet buiten lig, maar lekker binnen in een kamertje. Vandaag gaan we een hike maken. En daar heb ik heel veel zin in. Ja. Wij hebben meegepakt voor 1 dag. En Mark vermoedt wel een dag of 4 of 5 weg te zijn. We willen uiteindelijk naar 5000 meter klimmen. Wij zijn op weg omhoog. Daniel loopt iets voor mij. Mark ver achter ons. Het is onwerkelijk wat we zien. We zijn op het dak van de wereld. We zijn er toch echt bijna nu. Het laatste stuk is pittig. Het is hier zo rotsig. Stap voor stap. Wij zijn er. Op 5000 meter nu. Detour, baby. This is heavenly, believe me. Wat er vooral ook op deze berg gebeurt is een bepaald besef van geluk dat ik dit mag meemaken. Ik word er heel erg nederig van. Wij hebben helaas maar kort gehad op de piek. Maar genoeg om het zeer te waarderen. De zon gaat onder, we hebben een paar uur licht en we willen zo ver mogelijk terugkomen. Hell yeah, that looks fucking good. You're a Viking. Wij zijn terug in onze Russische militaire basis. We hebben een zeer goede dag gehad. Het is ook heel fijn om hier terug te komen en een soort van huisje te hebben. We hebben een kampvuur eten aan het maken daarnaast. Thanks, Russen, voor het bouwen van deze basis. Wij gaan vertrekken uit het militaire
basiskamp. Ik denk dat we straks een flink stuk kunnen fietsen over slechte wegen. En we moeten nog een pas op, dus het wordt een interessante dag weer. De vallei van het Zorkoolmeer. Deze vallei is misschien wel een van de mooiste afdalingen. Jarti Gumbes. En Jarti Gumbes is een klein dorpje in the middle of nowhere eigenlijk. Maar wat ze wel hebben is een guesthouse wat er echt heel erg modern uitziet. De kamer die wordt verwarmd. En dat heeft te maken met deze goddelijkheid. Het is een hot spring. We hebben 5 of 6 dagen geen mensen gezien. En het eerste waar we tegenaan lopen is dit bijna luxe oord. Wij vervolgen onze weg door No Man's Land vandaag. Then we were dancing on the wire. Yeah, we were dancing on the wire. Echt te veel. Tranen van geluk, dat ligt het niet aan. Hier slaat helemaal om. En ik moet nog naar beneden.